Science Park Amsterdam Chess, juli 2014, wordt voor de vierde maal georganiseerd. Want dat Science Park in Amsterdam bestaat nog niet zo lang. Gekoppeld aan de Universiteit van Amsterdam. Vorig jaar voor het eerst meegedaan. Het is een 9-rondig toernooi. En vorig jaar verloor ik de eerste 4 partijen. Beginnen met 4 partijen met nullen. De opdracht was dit jaar uiteraard om niet te verliezen in de eerste partij. Dat is gelukt tegen deze man uit Amsterdam ook. Van schaakclub De Raadsheer, Peter Voets. En Peter komt van terug. Had 3 maanden terug nog een rating van bijna 1600. En is de afgelopen 3 maanden teruggezakt naar een kleine 1500. Ik heb zelf een 1255, dus op papier een sterkere tegenstander. Wit aan zet, dat ben ik. D4. D5. Dit zijn de standaard queens openingen. Met het damegambiet. Ja, dit is niet zo standaard. Deze zet, want dit kost volgens mij gewoon de epion. Zwart kan niet terugslaan. Is dit een gambiet? Je moet het maar zeggen. De D-pion schuift door, dat zou kunnen. Paard ontwikkelen en tevens aanval. Zwart verdedigt met paard C6. En dit is de voorbereiding van dit, want die D-pion die staat al erg ver doorgeschoven. Loper G4, dat is natuurlijk om het paard uit te schakelen. Is dat verstandig? Ja, kan. Zwart slaat. Met een dubbel pion. Voor wit is dat erg, voorlopig niet. De loper valt de koning aan met schaak. En dat doen we met tussenplaatsen als antwoord. En in plaats dat de loper slaat, valt de dame de e-pion aan. Want zwart staat een pion achter. De loper slaat wel. Ja, en je zou denken, het paard slaat terug, de dame slaat terug. Dan krijgen we dameruil, wel of niet geforceerd. Dame accepteert. Paard slaat. En het paard slaat het geofferde pion terug. Nu moet wit iets aan deze structuur gaan doen. Paard wordt weggejaagd naar veld G6. Dekken. Loper activeren. En tevens om de rokade voor te bereiden. Zwart rokeert lang. Dat had ik verwacht. Maar wit rokeert kort. Toren in het spel. De E-toren. Wit verdedigt. En zwart valt aan. Want omdat wit kort gerokeerd heeft en zwart lang, gaan we over de vleugels praten. Deze zet wordt geblokkeerd door de H-pion. Paard. Is dat paard gevaarlijk? Kan dat iets aanrichten? Voorlopig niet. Aanval op de damevleugel waar de koning staat. Daar is het om te doen. Ja, deze zet is blokkade van de F-pion. Is dat verstandig? C-pion avanceert. En dit is ook blokkade. En dat is wel terecht, want hiermee wordt de loper minder actief. Maar dit paard wordt actief. We zien hier een dreiging van een dubbele aanval. De toren doet dit. We krijgen alsnog dit, want dat paard, dit heet een sterk paard, staat al wel erg sterk. Schaak dus. De koning had ook naar dit veld gekund. Maar kiest voor C7. En een ongedekte pion. De F-pion. Dat is een voordeel. Aanval op de toren. Toren slaat eerst maar. Toren slaat terug. En nu wil de D-pion vervelend gaan doen. Maar dat gaat niet door, want dit paard gaat gewoon terug naar het sterke veld. Onderbreking van de toren richting de D-pion. Ja, zwart probeert te storen hier. Eerst wederom een dubbele aanval. Die vervelende pion en het paard. Zwart slaat, zwart wit slaat uiteraard terug. Dat paard moet hier blijven staan. En de loper slaat de D-pion. Paard in aanval. Toren in aanval. Ja, nu kan zwart eigenlijk weinig anders doen dan dat sterke paard. Dat paard is sterker dan deze toren. En dat is een kwaliteit voor een pion. Gezien.
toren tegen paard van een pion. Was de beste keuze, maar nu komt de witte toren op de zevende rij en opnieuw zien we een aanval. De G-pion gaat eraf. Paard valt aan. Maar de loper valt deze pion aan, want deze pion moet iets ergens die kant op. Paard verdedigt. Ja, hier gebeurt iets. De pion jaagt het paard weg van dit veld. En nu zeg ik, deze partij duurde iets van 3 kwartier met 61 zetten. Dat is erg snel, dat lijkt op rapid. Ja, er worden de fouten gemaakt, want dit paard is natuurlijk vreselijk slecht. Want hier kan wit gewoon het paard slaan. Ik zag het iets te laat. 2 blunders dan. Maar er is nog niets aan de hand voor wit. Ja, deze zet is uiteraard hier met een dubbel aanval. Koning gaat actiever worden naar G2. Ja, en deze pion. Nu staat wit 2 pionnen voor plus een kwaliteit, maar dit is knap lastig. Deze pion is gevaarlijk. De loper slaat de H-pion. Paard besluit niet tot terug te slaan, maar gaat naar dit veld. Valt de toren aan. En de toren, ja, wat is hier het beste? De toren op het veld of op het bord laten houden? Waarschijnlijk wel. Ja, nu heeft zwart 2 paarden over. En dat is in elk geval remise. Normaal gesproken. Maar wit probeert hier nog wel te winnen. Dat is knap lastig hier. Die paarden zijn sterk. Hier kan sowieso het paard de loper slaan. Maar dan heeft het natuurlijk wel een probleem met die pionnen. Koning in de strijd. Waar kan de loper? De loper heeft een probleem. Is van de verkeerde kleur. Hier offert zwart nog een paard voor een pion. En wat we hier zien is een rampion. En een pion die eigenlijk naar de overkant zou moeten. Met een slechte loper. Die loper heeft niet de kleur van het hoekveld. Ja, hier is het simpel eigenlijk gewoon deze pion slaan. En dan is het de pion die niet verder kan vanwege de verkeerde kleur. Remise. Eigenlijk nog wel knap. Maar ik had hier eigenlijk moeten winnen. Ja, hoe? Ronde 2 spelen we tegen Hans Kolaas. Dat was ronde 1 vorig jaar. Daar had ik van verloren. Dus daar gaan we ook niet van verliezen.